In Joomla kun je aangeven of je bij de artikelen wilt tonen wat de laatste aanpassingsdatum is geweest. En dat werkt dus per artikel. Maar zou het niet mooier zijn als je ook een algemene datum zou kunnen tonen? Dus een algemene datum wanneer er überhaupt een wijziging is geweest op je website. En dat kan, ik heb daarvoor een module geïnstalleerd op deze website. En deze module laat de laatste wijzigingsdatum en tijdstip van deze website zien. Dus het maakt niet uit welk artikel ik gewijzigd heb of welk artikel ik toegevoegd heb. Uh, de wijziging, datum en tijdstip van die laatste wijziging of het laatste toegevoegde artikel, wordt in deze module getoond. Nou, hoe het werkt en welke module dit is, dat zie je in de video die nu komen gaat. In Joomla kun je aangeven of de laatste wijzigingsdatum van artikelen moet worden weergegeven. Dus je past een artikel aan en dan wordt onder of boven je artikel weergegeven wanneer de laatste wijziging van het artikel was. En dat kan dus per artikel. Maar zou het niet mooi zijn als je een algemene laatste wijzigingsdatum zou kunnen aangeven? En dat kan met de Joomla Website Last Modified of Laatst Gewijzigd module. Ik heb die module op deze website geïnstalleerd. En ik ga nu naar Extensies, Modulebeheer om die module te openen en in te stellen. En je ziet hem hier staan: Website Laatst Gewijzigd. Deze open ik. En ik kan een aantal zaken instellen. Nou, ik kan de titel instellen. En ik wijzig dit in laatste wijziging. En titel zet ik op toon. Ik kies een positie. Nou, je kunt uh, zelf bepalen welke positie je hiervoor kiest. Ik kies nu voor het gemak even positie 7. En ik zet uiteraard de status op gepubliceerd. En ik zorg bij menu toewijzing dat deze op alle pagina's staat. Maar je kunt natuurlijk ook de pagina's kiezen welke je graag wilt, dan kan ik uh, de datum kiezen welke getoond moet worden. Die staat standaard op de meest recente datum. Ik kan ook datum, laatste wijziging of datum, laatste nieuwe artikel kiezen. Nou, laat ik op meest recente datum kiezen. Dus het maakt niet uit of er een nieuw artikel is aangemaakt of een artikel gewijzigd is. Beide zijn wijzigingen. En de meest recente datum van een wijziging wordt bij deze optie getoond. Ik kan een tekst voor die datum neerzetten. Die staat standaard op Last Modified. Ik maak hiervan laatste wijziging. En ik zou nog eventueel wat tekst achter die datum kunnen zetten, dat doe ik verder niet. Dus ik klik nu op opslaan en sluiten. En ik ga dan naar de voorkant van mijn website om te kijken of de module inderdaad aanwezig is. En je ziet hem hier staan, de laatste wijziging die was op donderdag 5 februari 2015 om 10 over 10 en 20 seconden. Ik ga nu een willekeurig artikel aanpassen, dus ik ga naar inhoud, artikelen. En ik uh, pas bijvoorbeeld dit artikel aan. Ik zet er gewoon een woordje onder bijvoorbeeld joepie en ik klik op opslaan en sluiten en als het goed is is nu aan de voorkant van mijn website zodra ik de pagina ververs deze datum of niet de datum in ieder geval tijdstip gewijzigd ik ververs de pagina en je ziet dat de laatste wijziging nu een andere tijd heeft namelijk 10 uur 13 deze laatste wijziging module let alleen op artikelen. Dus als je een wijziging in een module aanmaakt, of in een component, of een andere wijziging, dat wordt niet meegenomen. Maar wijzigingen in je artikelen worden dus uh, meegenomen. En zo kun je dus steeds aan je bezoekers laten zien wat de laatste wijziging überhaupt op je website is geweest.